Dit is de Fairlane Targa 48 Gran Turismo. In 2016 kochten twee nieuwe eigenaren de werf en investeerden 30 miljoen eigen geld om een nieuw modellengamma te ontwikkelen. De geteste Targa 48 GT is een van de eerste van het nieuwe concept. De nieuwe eigenaren brachten de kwaliteit van het befaamde Britse merk weer op peil. In het eerste jaar werden er direct 68 boten verkocht. In Nederland is Jonkers Jachting in Bordzeelanden de dealer. Alle Fairlines zijn semi-custom built en het interieur is bijna alles aan te passen. Het interieur is modern en fantastisch afgewerkt met eiken en walnuthout. De grote ramen bieden bijna 360 graden zicht. Mooi is dat het enorme schuifdak het zonnige karakter van de boot benadrukt. Er is een bijna oneindige keuze uit materialen en je kunt kiezen voor een 2- of een 3-hutte-versie. Onderdeks is een moderne kombuis en achterin de eigenaarshut over de hele breedte met een eigen natte ruimte. Voer in de gasthut met twee losse bedden die ook in V-vorm kunnen worden gezet. De compacte derde hut heeft een stapelbed. In de motorkamer is alles netjes maar compact ingebouwd. Je vindt er de nieuwste Volvo Penta IPS 700 aandrijvingen met twee 550 pk dieselmotoren. De voordelen? Ze zijn zuinig, stil en met een joystick zelfs door beginners te manoeuvreren. Mede dankzij sleeptankproeven hebben Fairlines Soft Riding Hulls, een speciale rompvorm. Het gekromde onderwaterschip laat de boot als een banaan in de golven inveren, in plaats van erop te klappen. Nadeel van de IPS is dat je geen korte, snelle bochten kunt draaien. Maar de Targa vaart droog en de romp voelt in golven en soepele bochten heerlijk degelijk aan. De boot accelereert geweldig en de topsnelheid van 34 knopen wordt in een oogwenk behaald. De boot is verkrijgbaar vanaf €710.775. De Telegraaf Vrij gaf deze Fairlane Gran Turismo rapportcijfer 8,1 vanwege de mooie mix van Engelse doordachtheid en Italiaanse elegantie.